cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Spijkerstof is eigenlijk een tijdloze stof. Want ja, iedereen heeft wel minimaal één spijkerbroek of spijkerjas in de kast hangen, toch? Nou ja, en omdat de stof zo populair is, is er een heus evenement aangeweid. De Amsterdam Denim Days. En dan vind je alles wat maar met denim te maken heeft. En ja, zeg nou zelf, als je naar zo'n evenement toe gaat, dan doe je dat. Ja, je ziet het al, volledig in denim. Nou, ik ben benieuwd wat ik hier allemaal ga zien vandaag. Oké, Nieke, de Amsterdam Denim Days. Vertel even voor de mensen die het niet weten, wat houdt het in? Nou, Amsterdam Denim Days is eigenlijk een serie aan toffe events. We zijn woensdag en donderdag begonnen met Kingpins. Een grote internationale stoffenbeurs, denim stoffenbeurs moet ik er wel bij zeggen. Die voor 2014 Amsterdam als vestigingsplaats heeft gekozen. Het is heel uniek, het is een reizende beurs. En daaraan vast zijn we vandaag op Blueprint, het consumenten-event. En daar kun je dus vandaag en morgen de hele dag naartoe. En daar kun je dus alle labels zien. Alle grote denim labels uit Nederland staan er. En daarnaast hebben we ook allemaal super toffe events on the site. Waarom dan zo'n groot evenement gewijd aan de spijkerstof? Denim is in Nederland, maar zeg spijkerbroeken. We zijn in Nederland nog steeds echt, ik geloof, 4 miljard omzet per jaar. Echt bizar. En in Nederland hebben we ook, in Amsterdam vooral, hebben we echt de dikste bevolking aan spijkerbroeken labels. En heel veel spijkerbroekenmerken beginnen ook in Nederland, omdat Nederland is echt een spijkerbroekenland. Dus het is ook niet meer dan logisch dat het hier gebeurt nu. Dus we hebben ook een denimarchief hier van, way back. Die hangt hier om mij heen. En dan zie je ook hoe de spijkerbroek is geëvalueerd in de loop van de jaren. Maar eigenlijk de stof zelf is gewoon niks veranderd. Het is alleen maar de wassingen, is heel veel mee gebeurd. Waar ze heel erg mee bezig zijn is nieuwe technieken op het gebied van denim. Omdat denim nog steeds heel erg vervuilend is. Maar daar kun je hier dus ook heel veel over vinden, over die nieuwe technieken en hoe we met z'n allen daar proberen over na te denken om het duurzamer te maken. Ja, er is genoeg te beleven op dit event. Ik denk dat we even een rondje gaan maken. Ik heb het gelijk gesloopt. Ik stond er net tegenaan. Ik sloop het. Ik hou het nu vast. Ik hield het vast. Dit is natuurlijk ook geen. Ja, ik hou hem wel even vast. Zo de hele dag doen we dit. Kijk, een expert. Maar draag je strak of wijde broeken? Ja, dit gaat niet zo. Weet je, doe die maar weg. Verkoop die maar. Die laten we wel gewoon zo zitten. Ja. Nee. En wat is volgens jou de allernieuwste trend in denim? De allernieuwste trend? Ik denk dat het niet per se gaat om hoe een product eruit ziet, maar hoe die gemaakt is. En ik denk dat het juist heel mooi is als iedereen heel bewust is van wat hij koopt. En dat is het leuke om hier naartoe te gaan. Je kan hier gewoon met merken praten. En gewoon aan hun vragen van, waar komt mijn broek vandaan? Wat maakt denim nou zo tof? Ik vind het mooie aan denim, vind ik de kleur, de indigo. En daarnaast vind ik het heel mooi. Het valt altijd op dat er een schuine lijn altijd in zit. Misschien heb je dat zelf nooit zo gezien. En dat is een caperbinding en dat is echt kenmerk voor denim. Ik heb een hitje voor je. Dus je kan weer dansen. Pokkie pokkie bel je mensen. Want je kan weer dansen. Stille niggas zegt ze. Oké, nou liep ik hier langs. En dit is echt totaal anders dan wat we gewend zijn, denk ik, van denim. Ja. Vertel even, wat zie ik allemaal hier? Nou, wat je hier kunt zien is eigenlijk het proces van een half jaar werken van 6 amfi-studenten. En we wilden heel erg tegen dat dadaïsme gaan. Dus heel erg dat street op, dat urban en... Wat je hier ook ziet, het is geen collectie. We zeggen van het zijn show items. Je draagt het, want je wil laten zien dat je anders wil zijn. Je wil opvallen, je bent er trots op dat je niet meegaat met de stream. Ja.
Mijn dag op de Amsterdam Denim Days zit er alweer op. En waar kan ik deze beter afsluiten dan bij dit kunstwerk, volledig gemaakt van natuurlijk denim. En na al dit denim heb ik eigenlijk wel zin in het kopen van de spijkerbroek. Dat ga ik nu doen. Cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals.